We zijn op het KNAS-centrum in Ermelo, waar de start plaatsvindt van een bijzondere zomerse Enjoy the Ride. Een culinaire verwenrit. Nou, een mooi uitgezette route door de Ermeloze hei en het Ermeloze bos. Met onderweg allemaal lekkere hapjes. Die gemaakt zijn van streekproducten. En we hebben samengewerkt met ondernemers uit de omgeving, zoals Boshuis 3, die bekend staan om een wildschotel. We hebben bij de schaapskooi lekkere hapjes met schapenkaas. En wat lekkere vruchten uit het bos. En het is gewoon een gezellig samen zijn. Lekker rijden, lekker eten. Het culinaire verwennen voor de paarden? Dit is het culinaire verwennen voor de paarden, inderdaad. Ja. Wilt u een fruitsalade en een tonijnsalade? Ze krijgen allereerst een verse fruitsalade en daarna krijgen ze een tonijnsalade. En ze kunnen kiezen uit water, chudrans of vlierbessensap. Wat voor lekkers ben je nu aan het eten? Nou, hey, dit salade niet zwaar. Ja, en een fruitsalade. Dat ziet er goed uit. Ja, dat is super. Stukje. Hoe smaakt het? Lekker. Zeker naar zo'n ritje. Ja, verwennerij? Ja, daar waren we wel aan toe. En die tonijnsalade, dat ziet er ook wel heel lekker uit. Een hapje? Daar wil ik wel een hapje van. Ja, dat is echt lekker. Ja, dat is wel lekker als je even wat hartigs hebt, zeg maar, als je gereden hebt. Want het is best wel een beetje, nou ja, iets spannend. Maar je bent wel echt wat aan het doen, zeg maar. Dus deze pauze is heel welkom. Pak je een lekker broodje als we door. We gaan er beginnen. Het zijn verschillende broodjes met schapenkaas, plaatselijk product. En ik heb ook scones erbij liggen met bosbessenjam. En dat is ook hier uit de omgeving. Ja, elke Enjoy the Ride rit is lekker ontspannen. Maar zoiets als nu, met zo'n, ja, die aangeklede stops, met de kleine accentjes, dat maakt het toch wel extra. Dat is heerlijk. Jachtschoteltje is gemaakt van hert. Ja, wij komen helemaal uit Noord-Holland. Moesten we bijna 2 uur rijden, meiden, denk ik. Helemaal top. En wij waren dan met z'n vieren, dus een gezellig ritje. Ja, echt, dit is echt waar je voor paard rijdt, zeg maar. Dus nee, dit is helemaal leuk. Dit gaan we nog een keer doen. En gezien het succes van vandaag is de kans groot dat er volgend jaar weer een Enjoy the Ride in en rond Ermelo wordt georganiseerd. MUZIEK